Bij M12 bekijken we de indeling van de hoeken volgens hun som en volgens hun ligging. De eerste categorie is volgens hun som. We berekenen voor een aantal hoeken de som. Hoekgrootte van A plus de hoekgrootte van B. 20 graden plus 70 graden geeft 90 graden. D1 en D2, 60 graden en 30 graden geven 90 graden. Hoek E1 en hoek E2 geven samen 90 graden. Wat stellen we dus vast? De som van de twee hoeken is steeds 90 graden. Wanneer twee hoeken samen als som 90 graden hebben, spreken we van complementaire hoeken. Een nieuwe categorie. We bekijken telkens twee andere hoeken. Hoek A plus hoek C geeft samen 180 graden. Hoek D1 plus hoek D2 geeft samen 180 graden. Hoek E1 plus hoek E3 geeft samen 180 graden. Wat stel je dus vast? De som van de twee hoeken is steeds 180 graden. Wanneer de som van twee hoeken 180 graden is, dan noemt men dit supplementaire hoeken. Een overzichtje. Complementaire en supplementaire hoeken. Complementaire hoeken zijn twee hoeken waarvan de som 90 graden is. In symbolen, hoek A en hoek B zijn complementair als en slechts als hoek A plus hoek B 90 graden is. Men zegt, hoek A en hoek B zijn complementaire hoeken, of hoek A en hoek B zijn elkaars complement. Een tweede soort, supplementaire hoeken, zijn twee hoeken waarvan de som 180 graden is. Hoek C en hoek D zijn supplementair als en slechts als hoek C plus hoek D 180 graden is. Men zegt, hoek C en hoek D zijn supplementaire hoeken, of hoek C en hoek D zijn elkaars supplement. Men bekijkt nu de indeling van de hoeken volgens hun ligging. We krijgen weer een aantal hoeken. We bekijken allereerst hoek A1 en hoek A2. Wat hebben hoek A1 en hoek A2 gemeenschappelijk? Ze hebben samen het hoekpunt A en ze hebben ook één gemeenschappelijk been. Dus het hoekpunt en een been. Waar ligt dat gemeenschappelijk been? Dat gemeenschappelijk been ligt hier en men zegt dat dat tussen de twee andere benen ligt. Men noemt deze hoeksoort aanliggende hoeken. Men kan het ook bekijken bij hoek B1 en hoek B2. Deze liggen aan elkaar. Ze hebben een gemeenschappelijk hoekpunt en een gemeenschappelijk been dat tussen de twee benen ligt. Ook voor hoek C1 en C2 geldt dit, het gemeenschappelijke hoekpunt, het gemeenschappelijke been dat tussen de twee andere benen ligt. Opgelet, kijk steeds goed naar de boogjes die de hoeken aanduiden. In dit geval gaat hoek C2 hier over de hele hoek. C1 is dit kleine hoekje. Met andere woorden, is dit het gemeenschappelijke been. Het gemeenschappelijke been ligt niet tussen de twee andere benen. Men spreekt dus ook niet van aanliggende hoeken in dit geval. Een andere soort. Wat voor soort hoeken zijn A1 en A2 volgens hun ligging? Ze hebben een gemeenschappelijk hoekpunt en ze hebben een gemeenschappelijk been. Men noemt dit dus aanliggende hoeken. Vervolgens bekijken we de som van de hoeken. Hoek A1 is 45 graden en hoek A1 is 135 graden en hoek A2 is 45 graden. Samen zijn ze 180 graden. Kijken we naar de ligging, een hoek van 180 graden is een gestrekte hoek. Men heeft dus twee voorwaarden. De hoeken moeten aanliggend zijn, ze moeten supplementair zijn of ze vormen een gestrekte hoek. Wanneer men voldoet aan die twee voorwaarden, spreken we van nevenhoeken. Een derde en laatste categorie is deze. We bekijken alweer hoek A1 en hoek A2. Hoe liggen de benen van hoek A1 en hoek A2? Ik zie dat als ik het been van hoek A1 verleng, ik eigenlijk overga naar de benen van hoek A2.
Met andere woorden, de benen van de hoeken liggen in elkaars verlengde. Deze soort noemen wij overstaande hoeken. Ook bij hoek B is dat het geval. De benen liggen in elkaars verlengde. Een overzicht. We hebben drie soorten gezien. Aanliggende hoeken zijn hoeken die het hoekpunt en één been gemeenschappelijk hebben. Belangrijk, het gemeenschappelijke been ligt tussen de twee andere benen. Een voorbeeldje zie je hier. Nevenhoeken zijn aanliggende hoeken die samen een gestrekte hoek vormen en ze zijn dus supplementair. B1 en B2 zijn nevenhoeken, als en slechts als hoek B1 en hoek B2 aanliggende hoeken zijn en hun som is 180 graden. Je ziet alweer een voorbeeldje. Overstaande hoeken is de laatste categorie. Dat zijn hoeken waarvan de benen in elkaars verlengde liggen. C1 en hoek C2 zijn overstaande hoeken.